Ooit in een grijs verleden zag station Ede-Wageningen er vast heel modern uit. Maar vandaag oogt het toch wel behoorlijk ouderwets. Een beetje krap. Ja, totaal saai. En daar moet verandering in komen. Dus komt er een compleet nieuw station. En zo moet het eruit gaan zien. Meer ruimte, een open karakter en vooral veel hout. Ja, de kap wordt helemaal van hout, waardoor het Veluwse karakter van ons station sterk wordt benadrukt. Daar zijn we ook bijzonder trots op, want het is een bijzonder mooi ontwerp geworden. En daarom konden reizigers vandaag al op de foto met het nieuwe gebouw, in een speciaal fotohokje. Ik vind het een hele grote verbetering. Ja, vooral als je straks wat beter kan parkeren en de goede fietsenstalling en zo. Ik heb gezien dat het er heel erg mooi uitziet. En natuurlijk gaat voor niets de zon op. Wat kost dat? Ja, dat is best een ingrijpende operatie. Je moet heel veel aan sporen doen. Hè? Het is, als je dit station en alles de wegen eromheen doet, dan praat je over een 120 miljoen. Maar dan heb je ook wat. De bouw start in 2018 en 3 jaar later moet het klaar zijn.